Hallo beste kokkeliefhebbers. welkom bij een nieuwe video van Belgisch Geluid. Eerst en vooral komt er nu een uitleg waarom er voor een lange tijd geen nieuwe video's upload zijn op dit kanaal. Door verschillende redenen en door vers ook verschillende hobby's te hebben, heb ik niet altijd de tijd om nieuwe video's te maken. Anderzijds ben ik ook gestopt met luidklokken te documenteren en vond zelf ook geen redenen meer voor een nieuw videoproject. Maar is de klokinteresse helemaal weg? Nee hoor! Dan moet, daar moet jullie niet ongerust voor zijn. Alleen heb ik nu de klokkenhobby een ander doel gegeven. Vanaf nu geniet ik meer op een ontspannen manier met klokken om te gaan. Om jullie toch wat te plezieren, heb ik besloten om een nieuwe video te maken. Let wel dat er geen vaste uploadtijden zijn en misschien duurt het ook wel langer als er een nieuwe video komt. Maar stay tuned! In deze video gaan we het deze keer over hebben over een nieuwe klok in de klokkencollectie. Een klok waar ik mijn hart en ziel in gestoken heb. Deze grote kloever is een vrij uniek en bijzondere klok. En waarom? Wel, omdat deze grote deels door mij ontworpen is. Zowel de kroon als de vriezen en het 3F heb ik zelf getekend. De kroon en de vriezen zijn nog eens uitgetekend in een idee-programma genaamd Blender. De klok genaamd Aquarius heeft de tonhoogte S3 of een mi-bimol 5. Weegt 23 kg zwaar. En heeft een diameter van 338 mm. Verder is hij rijkelijk versierd met de gotische vries, een gotische fries, een sieraad met bolletjes, het relief van Aquarius en een tekst. Van boven leest men Bernhard Fink Vink, feestje anno 2022 en van onder Water van het leven ben ik, voortgestuurd door de dorstige mens. De man die met een speciale pose tussen de golven staat, heeft in zijn hand een waterbol vast. Dit beeld heb ik zelf getekend, maar het boetseren werd door een kunstenaar gedaan. Als jullie mijn beeld niet kunnen raden, dan weet ik het ook niet meer. Zo, genoeg gezeverd. Nu gaan we over naar de video van de luidende Aquariusklok. Zo, nu zijn we aangekomen bij het einde van deze video. Bedankt voor jullie interesse en hopelijk tot nog eens!